kijkers van Tezavond Kraft, welkom bij een gloednieuwe video hier op DDC. Namelijk MTV Cribs, Mindtopia Vanish Cribs. Ik ga gewoon lekker huizen laten zien, gebouwen laten zien van mensen die apart zijn, groot zijn, mooi zijn, duur zijn of uniek zijn, om het zo maar te zeggen. Een bepaalde status in de game. En vooral dat laatste, daar gaan we het vandaag over hebben. Ik sta hier namelijk momenteel bij mijn fabriek. Mijn oude fabriek, hij is inmiddels van die ene van YouTube, van Milan. En dit is een productiehal, zoals je weet. Nou, ik heb één generator en ik heb één machine die DNG merchandise pakt. Oeh, die wil ik eigenlijk wel hebben. Zal ik die gewoon... Ik neem gewoon mee, kom uit schelen. En vandaag gaan wij een andere fabriek bekijken. En misschien wat meerdere als we er heel erg snel doorheen zijn. We gaan namelijk de fabriek bekijken van X-Corp. Denk je, wie is de X-Corp? Nou, dus vroeger was dat een speler die in het begin van mijn topje heel populair was. Heel erg rijk was, heel erg veel dingen deed. Toen is hij voor mij geband van een of andere vage reden. Hij is in ieder geval weer terug. En is gewoon een hele leuke speler. Hij lijkt het spelletje redelijk goed te snappen. En we gaan daarom ook zijn fabriek bekijken. En misschien nog wel de fabriek van anderen. Wat doen bepaalde mensen nu? Wat andere mensen niet doen. Hij was namelijk de allereerste, eerder dan mij zelfs. Ik. Die zijn fabriek online had staan. Nou, het is dat groene ding. Je ziet hem al hier. Ja, groen glas zie je. En daar gaan wij zo even een kijkje nemen. Ik ga wel even in survival, dat is ietsje makkelijker eerst. Het is dit gigantische gebouw hier. Dit dikke vette ding. Ja, daar heeft hij vanaf dag 1 dat de kaap open was en dat de machines waren, heeft hij hier zijn productie op kunnen zetten. Dus ja, je ziet het al, groen-zwart, dat is duidelijk zijn kleur. Dit is een soort van entree, maar het is geen verkooppunt. Hij heeft het anders gedaan, hij produceert hier in de kaap zijn eigen kleding. En vervolgens verkoopt hij dat in... ja, overal. Mindtopia onder andere, geloof ik. We kunnen wel even beginnen bij zijn kantoortje hierboven. Laten we dat gaan doen. Zo. Nou, vergaderzaal. Alles ziet hier lekker industrial simpel uit. Hou ik van. Vind ik zelf heel erg leuk. En dit is dan zijn kantoor. Zou hij iets in zijn kist hebben? Ja. Ja. Oké. Het wordt ook goed gebruikt ook. Hier zit hij dan. Een beetje achter zijn schermpje te kijken. Af en toe een beetje naar buiten kijken of de vrachtwagen al aan het wegrijden is met zijn nieuwe kleding. En ja, als je dan hier naar buiten, naar boven gaat, zo, sorry, zie je daadwerkelijk ook de productie. Hij heeft hier een dikke generator staan en ook een, ja, ik weet niet, het lijkt op een kledingmachine, denk ik. En hier twee dingen waarvan ik oprecht niet weet wat het is. Wat maakt hij hier? Bier? Wat zijn dit voor dingen? Het zijn twee soort van hele grote opslagcilinders. Nou, hier heeft hij dan nog eens een keer een hele grote opslag voor... allerlei kleding. Zullen we even niet inkijken. Vind ik niet zo netjes. Kijk, daar was een kantoor voor alle duidelijkheid. Dus dat kun je ook nog eens een keer goed zien. Als er nog mensen online ook nu, moet je nagaan. Wij lopen... Oh, ik moet even eten. Wij lopen weer even naar beneden. Laat ik de machines zien. En als jullie weten wat dat voor die generators, die grote silo's, wat dat zijn, dan mag je dat vooral laten weten. Want ik ben oprecht heel erg benieuwd. Ik heb geen flauw idee. Zo. En hoppakee. Nou, een generator. Generator 3 heeft hij zo te zien. Zal het nodig zijn dat hij dus drie machines heeft. Klinkt logisch natuurlijk. En dit is super close. Zit er wat in? Nee. Het produceert momenteel nog geen ene druif. Nou, dit is dan... Ja, ik weet niet wat het is. Er zit nog wel iets onder. Hoe komen we in godsnaam beneden? Via buiten misschien dat we daar kunnen komen. Ik ben gewoon benieuwd wat het is. Is dat voor bier? Is dat voor wat? Ah... Kijk, oh, dat staat ook gewoon open dit. Zal ik ze even dicht doen? Wel zo netjes, toch? Oké. Oeh, nog meer. Dit zijn de laboratoriums, lijkt het wel. Met een soort van super enge doorkijkluikjes. Oh, dat ziet er kapot vet uit. Kijk dan. Ja, hij heeft er twee van. Het ziet eruit als een soort iets met drank. Maar wat? Geen idee. En moet je kijken hoeveel ruimte hij nog heeft. Hij kan hier nog machines neerzetten. En hij is dus vanaf dag 1 is hij gewoon al open, hè? En dit zijn... Dit lijkt wel een laboratorium of het een of ander. Waterbakken. Wat zit hierin? Niks. Hoe weten we dan wat het is? Oh, god damn it. Ik vind het jammer dat we niet kunnen zien wat het is. Hebben we hier nog meer wat te kunnen zien? Ja, we kunnen nog even buiten kijken bij de vrachtwagen. Oh. Aha, nee. Ik dacht slim te zijn, dit is de voorraad, maar... Nope. Kun je gewoon, je kan er niet in. En deze kun je voor mij ook niet in, of wel, de vrachtwagen. Nee. Ja, wat zou het zijn? Wat is het?
Hebben jullie een idee? Hebben jullie enig idee wat het is? Laat het dan even achter de reacties. Dan gaan wij, omdat een... Ja, het is en blijft een fabriekje. Je bent er snel doorheen natuurlijk. Gaan we gauw nog even een andere friet bekijken. Gaan we gewoon random doen. Deze had ik van tevoren even geselecteerd. Omdat ik het leuk vond dat X-Corp de eerste was eigenlijk met machines. Ook de eerste met zijn fabriek. Van wie zou dit ding zijn? Plot info. Jorgo Boy. Nou, dat zal vast heel wat zijn. Wat is het? Staat er al een fabriek? Staat er al een machine? Ja joh, makkelijk. Dit is de... Hoorde ik bij Mechanica. Power generator. Maar wat is het? Oh, wat? Je ziet niet eens wat het is. Ik denk dat er iets met eten, want er staat vuur bij. Oké, een koekjesfabriek of zo. Geen idee. Wat je wel heel vaak ziet is dat het echt een race is naar wie als eerste zeg maar zijn machines kan hebben. Want die domineert natuurlijk een klein beetje de markt. We gaan gewoon naar de volgende fabriek toe. Deze ziet er redelijk groot uit. Maar is er al iets in gebouwd? Dat is de vraag. Ik zie niet zozeer een... Nee, ik zie daar niks staan. Pak gewoon de volgende. We kunnen nog een keer een klein fabriekje doen. Zo eentje als deze of zo. Dat is wel vet tof, toch? Oké, komen we daar? Dat is de vraag. De Kaap is een en al bende. Ja, nee, niet naar de bouw of zo, hoor. Maar het is heel erg onoverzichtelijk als je het hier niet kent. Oh ja. Is ook zo. Hier was dit gebeurd. Elitefabriek van Lucax. Lucax. Lucax is dat. Dat doe je op de wc. Ik heb geen eten meer. Even spieken. Wat heeft hij voor machine? Eten, denk ik. Maar hij is 3 dagen geleden net gevuld, natuurlijk. Dus dat is een beetje lastig in te schatten. Heeft hij nog meer? Nee, hij heeft wel een opslag. Maar daar legt hij dan weer niks in. Oh my god, Luca, iedereen heeft eten. Waarom heb je ook eten? Oké, hier moeten we even weg. Want hier was inderdaad die afzetting vanwege de aanslag. Wat hebben we nog meer? Dit is de... Oh. Dat is hier. We zijn hier. Ik moest even nadenken waar de fuck we waren. Wat is dit? Dit is wat anders. Hier is de gemeente. Moeten we ook niet hebben. Ik wil een grote fabriek hebben. Een grote bij echt 3-4 machines. Die moeten er toch zijn, zou je zeggen. Is dat nou een machine? Ja, joh. De cookie maker. Is dit van Mariska Boerk? Plot info. Het is van schatzoeker Simon. Nice, ouwe. Maar waar komen je koekjes in? Heb je helemaal geen koekjes? Waar worden ze ingedropt? Huh. Oké. Andere fabriek dan. Dit ziet eruit als een grote fabriek. Waar is de ingang? We gaan deze eens even bekijken. Ja, dat vind ik het leuke van de Kaap. Dat je dan zeg maar zelf je... Ik moet heel even iets inschieten, jongens hoor. Want ik heb eigenlijk eerlijk gezegd geen tijd om iets op te gaan zoeken. Zo, een paar stukjes eten. Doe maar, David, je mag niet inschieten. Maar dan wil ik het wel dat jullie dat achterlaten in een soort Dora voice in de comments, oké? Foei, David, niet cheaten. Doe dat maar. Eens even kijken. Dit is... Ik weet niet wat het is. We gaan hier gewoon naar binnen. Wat is dit? Dit is uit... En binnen, neem ik aan. Oh. Hoe komen we erop, joh? Oh, gewoon zo. Deze dude heeft echt een rete grote fabriek, maar nog geen enkele machine? Waarom niet? Hè? Oké. Okay. Ik dacht, we gaan even machines zoeken, maar... Dat is een stuk lastiger dan je zou denken. Daar is de... Wat is dat? Security, politie, dinges. Man! Ik zou eigenlijk een overzichtje moeten vragen van de jongens. Van, joh, waar wordt er veel geproduceerd? C? Wat is C? En vooral, van wie is C? Plot info. Van Chocomel. Is dit die ene met dat logootje? Voor mij staat hier Chocomel op. Ha! Ja, oké, we gaan kijken wat Chocomel heeft. Zou ze echt Chocomel maken? Zou het echt zo makkelijk zijn? Ingang Chocofabriek. Ik vind het echt briljant. Zo, heeft ze al machines dan? Nee, of het staat beneden. Nee! Chocomel, je hebt een Chocomelfabriek, maar je hebt nog geen Chocomel. Wat is deze?
Moet ik mensen van Mechanica even onder een reet gaan schoppen of zo? Is dat het? Doen ze het niet hard genoeg het best? Ik wil Chocobel in de game. Dat lijkt me echt super vet als dat er zo zijn. Toch? Ja, toch? Ik bedoel, come on. Dat is dope. Misschien boven, maar dat lijkt me niet. Ik denk, als het er was, dan was die beneden op de werkvloer. En dit zullen waarschijnlijk kantoortjes zijn. Jammer wel, want ik had het wel willen zien. Ja, zie je wel kantoortjes. Ah, er is geen Chocobel. Wat jammer. Melanie zal je waarschijnlijk heten. Je hebt wel mooie kleding. Nou, wat we gaan doen. Dit was meer een beetje een rondtour langs de fabriek. En de volgende keer gaan we weer dikke villa's doen. Ik weet het. Die van Max Chanel die staat echt op iedereen's verlanglijstje. Dus die gaan we zeker nog eventjes doen binnenkort. Maar tot die tijd. Mogen jullie ook gewoon nog suggesties achterlaten met wat jullie heel graag zouden willen zien. Wel mooie logo's hoor, Mel. Ik vind het echt super vet. Nee, dat was het alweer deze video voor vandaag. Wat voor gebouw willen jullie heel graag zien? Ik heb het CIA natuurlijk al laten zien. Het is ook niet echt een mooi gebouw. Het is zo'n groot gebouw. Maar Max Chanel staat op de lijst. JP misschien. Zien jullie Cosmopolitan? Dat we daar een of ander burgemeesterhuis gaan bekijken of zo. Dit is jullie manier om het allemaal te zien zonder dat je moet inbreken. Laat even die like achter. En wat is dit voor een mega ding? Oh, misschien dit wel iets voor de volgende keer, jongens. Dit is de botenbouw. Oh my god. Laat het achter in de reacties. Abonneer op DDC en heel graag tot de volgende keer. Later, jongens.